meisjes, daar zijn we weer. Gezellig, leuk. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan weer zingen en we gaan bidden. Luister naar het Bijbelverhaal. Ja! En we vinden het heel fijn dat jullie er weer zijn. Kijken jullie gezellig mee? Rick, goedemorgen. Daar ben ik weer. Hé, hey, wat heb jij nou bij je? Nou, Rick, ik heb mijn koffer meegenomen. Zie je dat? Een klein koffertje. En daar bij de deur, daar staat nog mijn grote koffer. Je koffer? Waarom is dat? Nou, Rick, ik heb toch al zo vaak gezegd dat ik een poosje wegga. Ik ga op reis. Op reis? Dat weet ik helemaal niet. Rick, ik heb het echt al heel vaak gezegd. Ik ga echt een poos weg. Maar ik denk dat je het expres een beetje vergeten bent. Ja, dat denk ik ook. Weet je waarom? Nee. Nou, ik wil niet dat je weggaat. Ja, dat snap ik wel, Rick, maar het moet gewoon. Waarom ga je dan weg? Nou, ik ga een nieuw huis zoeken. Nou, dan kan je toch hier ook? Ja, dat kan, maar het is best wel ver weg. En als ik dan elke dag heen en weer moet reizen, dat gaat eigenlijk niet. Dus ik dacht, ik neem een koffer mee. Kijk, daar zitten gewoon spulletjes in die ik nodig heb. Zie je wel? Een tandenborstel, tandpasta en een handdoek. Oh ja, ik zie het. En je andere spullen? Nou, die staan daar bij de deur in de grote koffer. Nou, vind ik echt niet leuk dat je weggaat, hoor. Nee, Rick, ik snap het, maar het moet gewoon. Ik moet gewoon een huis gaan zoeken. Maar ik kom terug. Kom je terug? Ik kom terug. Wanneer dan? Dat weet ik niet. Het kan over een heel klein poosje zijn. Het kan ook over een hele lange poos zijn. Dat weet ik nog niet. Oh, wat jammer.
Maar hoe moet het nou met mij? Nou, weet je, Rick, misschien kan ik je wel iets geven dat je aan mij kan denken. Oké, wat dan? Nou, een foto of zo. Vind je dat leuk, een foto? Oh ja, foto. Ja, dan zie ik je toch nog een beetje. Ja, en weet je wat ik ook kan doen, Rick? Als ik daar ben, dan kan ik jou wel iets sturen. Iets sturen? Ja, ja, dan stuur ik je iets. Ik zeg nog niet wat, maar als ik daar ben, dan stuur ik jou gelijk iets. Oeh, dat is fijn. Daar zal ik dan op wachten? Ja, ja, daar moet je dan op wachten. En je komt echt terug? Ja, ik kom echt terug. Dat beloof ik. Oké, dan wacht ik daarop. Weten jullie nog dat het Pasen was? Weet je nog wat er gebeurde met Pasen? Dat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf? Nou, dat is nog maar een poosje geleden, hè? En weet je, heel veel discipelen en de vrouwen, die hebben allemaal de Heer Jezus gezien. Nadat hij opgestaan is. Maar nu is de Heer Jezus voor de allerlaatste keer bij zijn discipelen. Voor de allerlaatste keer. En dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. Hij zegt, ik ga terug naar de hemel. En de discipelen schrikken ervan. Ze zeggen, blijft u dan niet meer bij ons? En dan zegt de Heer Jezus, dat heb ik toch al heel vaak tegen jullie gezegd. Dat ik terug zou gaan naar de hemel. Naar mijn vader. Weet je nog dat de Heer Jezus met kerstfeest, dat we eraan denken met kerstfeest, dat de Heer Jezus naar de aarde kwam? En de Heer Jezus heeft steeds tegen zijn discipelen gezegd, ik ga terug naar mijn vader. Maar de discipelen, die zijn het eigenlijk een beetje vergeten. Net als Rick. Rick wist het eigenlijk wel, maar hij wilde het niet weten. En daarom was hij het eigenlijk een beetje vergeten. En zo is het bij de discipelen ook. Ze willen niet dat de Heer Jezus niet meer bij hun blijft. En daarom hebben ze het steeds maar een beetje weggestopt. Maar de Heer Jezus zegt, nu ga ik echt terug naar de hemel. En weet je wat ik daar ga doen? Ik ga daar voor jullie een plaats bereiden. In de hemel, zegt de Heer Jezus, is plaats voor alle mensen die van mij houden. Alle mensen die bij mij mogen horen, mogen in de hemel zijn. En daarom ga ik alvast naar de hemel om voor jullie een plaats te bereiden. Maar, zegt de Heer Jezus, weet je nog wat ik gezegd heb? Ik kom terug, hè. Op een dag kom ik terug. Op de wolken. Denk daaraan. En, zegt de Heer Jezus, als ik naar de hemel gegaan ben, dan moeten jullie aan alle mensen van mij gaan vertellen. Alle mensen op de hele wereld, die moeten weten dat ik de Messias ben. De Verlosser. Dat ik voor de mensen naar de aarde gekomen ben. En dat ik voor de mensen, voor de zonde van de mensen, aan het kruis gestorven ben. Daar hebben we met Goede Vrijdag aan gedacht. Dat moet iedereen weten, zegt de Heer Jezus. Op de hele wereld. Maar nu nog niet. Als ik weg ben in de hemel, dan moeten jullie wachten. Want ik stuur jullie de Heilige Geest. Met het Pinksterfeest, de Heilige Geest. En de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die zal jullie helpen om aan iedereen van mij te vertellen. En de discipelen, ze luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. En dan lopen ze samen met de Heer Jezus de berg op. En als ze boven op de berg gekomen zijn, dan doet de Heer Jezus zijn armen wijd en dan zegent hij de discipelen. Dan geeft hij ze zijn zegen mee. Weet je dat de dominee dat ook elke zondag doet? Dat heb je vast wel eens gezien. Als je echt in de kerk was of misschien nu online, dan doet de dominee zijn handen zo en dan zegent hij. Dat is niet de zegen van de dominee, dat is de zegen van de Heer. Nou, en zo zegent de Heer Jezus ook hier zijn discipelen. En dan, de discipelen kijken met open mond. Dan gaat de Heer Jezus heel langzaam naar boven. Zo staan ze te kijken. Kijk maar eens hier. Op de plaats zie je, daar staan de discipelen. En na een poosje kunnen ze de Heer Jezus niet meer zien, want dan is er een wolk gekomen. Kijk, hier is een wolk.
Misschien was het een gewone wolk. Misschien was het wel een wolk van engelen die de Heer Jezus binnen ging halen in de hemel. Dat staat niet in de Bijbel, dat weten we niet. Maar ze zien de Heer Jezus niet meer. Maar ze blijven met open mond staan kijken. En de Heer Jezus, die komt in de hemel. Bij zijn Vader in de hemel, waar hij ook vandaan gekomen is. En dan mag hij zitten aan de rechterhand van zijn Vader, staat er in de Bijbel. En dan is de Heer Jezus weer koning van hemel en aarde. Dat was hij op aarde ook. Maar nu is hij weer in de hemel. Op hemelvaartsdag, de kroningsdag van de Heer Jezus. Dan denken we daaraan. En de discipelen, die staan nog met open mond te kijken. Maar als de Heer Jezus in de hemel komt, denkt hij ook gelijk weer aan zijn discipelen. Want weet je wat hij doet? Hij stuurt twee engelen naar de aarde. En die twee engelen zeggen tegen de mannen, gij Galileese mannen, gij mannen uit Galilea, waarom staan jullie nou nog omhoog te kijken? Tot de, of waar de Heer Jezus is. De Heer Jezus is in de hemel. Maar op een dag komt hij terug. En precies zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan, zo zal de Heer Jezus ook op de wolken weer terugkomen, zeggen die engelen. Maar we weten niet wanneer. Dat is net als bij Rick. Rick die zei, wanneer kom je terug tegen mij? Ja, ik zei, ik weet het niet. Misschien al heel snel, misschien duurt het nog heel lang. Zo is het bij de Heer Jezus ook. We weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Morgen, over 10 jaar of over 100 jaar. Dat weet alleen de Heere God. Maar we weten wel dat hij terugkomt. En dat iedereen die dan van de Heere houdt, die mag bij hem zijn. En weet je, de discipelen, ze gaan terug. En zijn ze heel verdrietig omdat de Heere Jezus er niet meer is? Nee. Er staat in de Bijbel, ze gaan heel blij terug. En ze gaan naar het huis en ze gaan wachten tot de Heere Jezus de Heilige Geest stuurt. En dat gaan we natuurlijk met Pinksteren horen. Nou, dan gaan we nu nog samen bidden. Mag je je handen samen doen en je ogen dicht. Heer in de hemel, dank u wel dat het vandaag Hemelvaartsdag is. Heren, dat wij eraan mogen denken dat u naar de hemel teruggegaan bent. Naar uw Vader, waar u mag zitten, aan zijn rechterhand. Heren, dan kunnen we u nu niet meer zien. Maar we weten dat u er bent, want het staat in de Bijbel en dat mogen we geloven. En we mogen ook weten dat u op een dag terugkomt. Net zoals u naar de hemel gegaan bent, op de wolken, en dat iedereen u zal zien. Heren, want dat staat ook in de Bijbel. Heren, dank u wel dat wij dat mogen geloven, dat wij zoveel van u mogen houden. Heren, wilt u bij ons zijn, ook op deze dag, op deze hemelvaartsdag, dat het ook een hele fijne dag is. Dat we aan u mogen denken, maar dat we ook allemaal fijne dingen mogen doen. Heren, wilt u ons zo zegenen. Heren, dat vragen we aan u, om Jezus wil. Amen. Als laatst gaan we zingen, de Heer zegent jou. Doe je mee? We'll be right back.